Goed, nou, allemaal welkom. Aujourd'hui. Al sinds 1968 herhaalt Nico van Gennep dit ochtendritueel. Het komt zelden voor dat een leraar 45 jaar voor de klas staat. En al die jaren gaf hij Franse les aan het Bisschop Beckers Lyceum. Hoogste tijd om hem bij dit jubileum in het zonnetje te zetten. Nico van Gennep mag daar wel ouder zijn. De leerlingen vinden zijn lessen niet saai. Ja, hij doet het combineren met liedjes en leuke grappen. Dus dat is altijd wel leuk. Hij heeft veel ervaring, dus hij weet goed wat hij moet doen. En daardoor weet je ook precies wat leuk is. En daardoor maakt hij het ook gezellig in de klas. Nou, hij is niet saai. Hij is... Ik vind het wel leuk dat hij met die liedjes ook ons leert. Je moet je natuurlijk wel een beetje vlot opstellen. En niet als een oude zeurpiet hier voor de klas gaan staan. Want dan moet je er onmiddellijk mee stoppen. Maar ik merk dat de klik er nog is, omdat kinderen mij gewoon vragen. Meneer van Gennep, wilt u onze mentor worden volgend jaar? Of wij krijgen toch wel les van u, dan kiezen we Frans. Als Nico gezond blijft, wil hij naar eigen zeggen nog wel even les blijven geven. Een jaartje of 5. Dus op naar de volgende anniversaire.